Hey allemaal, vandaag weer even op mijn eigen account, want ik wil jullie wat dingetjes laten zien terwijl ik even mijn paarden aan het verzorgen ben. Want ik vond het best wel bijzonder. Terwijl mijn ding niet laat. Bravo. Laat. Oh, geladen. Heel fijn. Bij dit paard loopt hij altijd vast door, jongens. Geen. Zo zeg, ik kom vandaag niet echt uit mijn woorden. Sorry daarvoor nu alvast. Maar ja, ja, dat dus. Ik ben ook nog best wel moe, zoals jullie zien. Het is op mijn telefoon 7:30. Oeh, sorry. En voor mij zit het dus nu 7:15. Van mijn telefoon loopt het een kwartier voor. Nou, eigenlijk loopt het 7. Oké. Het is 7:07 op mijn mond. Ah, ik de pomp. Yes, op tijd. Oké. Maar, waar was ik? Mini. Ik ga even mijn paardjes even met verzorgen nu. Dit gaat een stuk sneller. En deze heb ik allemaal voor de trainingsmarkt die ik nu doe. Dus Ilija is voor trainingsmarkt Mini Kingi. Dat klinkt zo verkeerd. Oké. Is het alle info? Zoals dit is een hengst. Dat is op zich allemaal niet zo interessant. Dit is Wayne. Ik moet gewoon eventjes al die dingen doen. Zodat ze in goede staat zijn. Het kan zijn dat hij weer mijn opname straks opeens afsluit. Het zou heel vervelend zijn. Maar ja, weer Ali nog. Die staat in het weiland. Dus die hoef ik maar één keer te doen. Geweldig, verzorgen. Aukje. Kijk, hier gaat het nu dus ook even allemaal om. Ho, doe het. Kijk, ze is prachtig. 16/4/2018. Dat is pas over 12 dagen. Fantastisch. Dus ja, ik weet niet zo goed. Dus de eerste week kan ze nog trainen, maar ze kan het nu nog 5 dagen trainen of zo. En daarom moet ik een week wachten. Dus ja, nou, maar ik heb wel super veel zin in. Mijn eerste echte vrouwtje te krijgen. Dan hebben we Moeyalin terug. Als jullie weten waar Moeyalin voor staat. Ja. Gewoon, raad het gewoon, oké? Gewoon doen. Nee, maar laat dan eventjes een reactie achter. En als je denkt te weten waar ik Sharnia van heb afgeleid. Hey, go your gang. Laat het even achter. En voor de rest zou ik het natuurlijk heel erg waarderen. Als je het leuk vindt om dan een like te doen. Terwijl ik nu even mijn paardjes ga trainen op mijn manier. Dit is mijn manier. Kijk, ik heb dus een heel handig schemaatje. Die kan ik nu niet laten zien. Maar ik heb een heel handig schemaatje. En dan kan ik zien dat hij precies tot de 5 passen achterwaarts moet getraind worden. Ik ben zelf dressuurinstructeur, dus ik ga les nemen bij mezelf. Want dan is het voor mij gratis. Ik heb mezelf als favoriete trainster ingesteld. Dus dat betekent dat ik er gewoon op kan klikken. Ja. Oh, nee. Moet je alleen niet. Zo. Die moet ik nog trainen in springen namelijk. Zo. Je ziet dat ik het daar open heb staan. Maar waarom klik ik er nu niet op? Omdat ik eerst de andere doe. Dus de Rein en Moeyalin moet ik nog doen. Zo. Dan ga ik naar Mennen. Dan train ik Elia. Oké, gewoon Elia. Dan leer ik mijn Sharia, want die heb ik gevonden. Oh, ik heb lessen openstaan. Oké, dan geef ik even les. Dan ga ik de andere dingetjes doen. Je hebt hier vereniging, klusjes. Onze klusjes staan op 100%, dus ja, je krijgt gewoon lekker veel geld ervoor. Kijk, ik heb vandaag een 10 juni. Ben je online 10 juni? Nee, 6 uur geleden. Aww. Holy damn, Mustang op en top. Geweldig. Oké, waar was ik? Bij vereniging hier. En je hebt akker. Akker onderhouden. Fantastic. En dan moet ik even kijken. Het profiel.
Want ik zit in Econova. Deze is op 2 april opgericht. Dus ja, niet deze 2 april, maar het jaar hiervoor, neem ik aan. Kijk. En ja, dit is toch een beetje... Donaties voor verjaardag. Betekking. Hebben jullie een leuk idee? Hoort je Starlight? Dit is dus degene van wie ze prachtige club is. Heb jij nog wat leuks te koop? Nee. Freedom Stables. Wow. Wow. Ho. Paarden. Oké. Okay. Zo, even verzorgen. Yes. Jammer dat ik jullie niet kan laten zien hoe dat fokken werkt. Maar ik kan het wel laten zien. Je gaat naar paarden, je gaat naar stallen. Kijk. Deze is op het moment... Drachtig, die staat in de fokstal. Normaal gesproken heb je hier zo. Oh, niet. Nee, niet. Oké. Okay. Wat? Oh, nee, staat even in de weide. Dat is waar ook. Nou ja, in ieder geval Dick Hengst Love Tornado. Dick Hengst Love Tornado. Even wachten. Die heeft al best wel veel nakomelingen. Dus dat is niet zo erg. Die is van Inge Aksje. Dus ja. Love Stables. Ja, dit is een ander soort profiel als wat ik heb. Ik vind die van mij veel fijner. Ik zal het laten zien. Hier zo. Profiel. Sky Stables. Kijk, dit is het plaatje van Sky Stables. Sky Stables. Welkom allemaal bij Sky Stables. Stal Sky Stables is een stal in groei en wij hopen deze snel te kunnen starten en uitbreiden. Het is een samenwerking tussen mezelf en Eline Dreierink. Zo, wat heb jij een moeilijke naam, Eline. Omdat wij beide vrij nieuw zijn op het spel, zijn we op zoek naar heel wat paarden. Heb je een SPL waard, dan mag je ons zeker een privébericht sturen, een PB sturen. Voorlopig mag een aanbieding SPL keer SPL ook. Dat betekent dat is een stamhomloos keer stamhomloos, dus met twee stamhomloos met elkaar gefokt, dat mag ook aangeboden worden. Opleiding. Ik zelf ben van opleiding instructrice dressuur. Ik probeer altijd uw paarden zo snel mogelijk te lessen. Als ik niet les, dan ben ik niet offline gegaan. Sorry daarvoor. Lina Dijrink heeft nog geen opleiding. Oh, dit klopt niet meer. Oké, dat doe ik zo wel. Fokprogramma. Graag willen wij op onze stal fokken met de Wels en Friese paarden. Er kunnen zeker nog rassen bij komen. Momenteel worden al onze paarden voor klaargemaakt. Wat zoeken wij voor onze stal? Dit mag altijd aangeboden worden. SPL, Wels, Fries, Merrie Hengsten. Andere rassen mogen ook aangeboden. Wie weet nemen we er wel eentje bij. Trainingen. We trainen graag paarden van jullie. We trainen in alle disciplines. Prijzen verschillen wel een beetje. De dressuur gaat altijd via Nora Noordvoort, mijzelf. Maar je mag me ook voor andere disciplines sturen. We vragen dressuur. 2500 per niveau. Per 3 winstpunten, nou ja. GI's duurder, wij vragen daarvoor 3600 per GI-punt. Zoek je een paard, je mag ons altijd berichten of wij een paard of een gewoon paard verkopen. Klikken is lief, maar je kan hier niet op klikken, maar of je dat wil invoeren. Oh god, ik klik op wat verkeerds. Nou ja, die link, als je hem even stop kan zetten, dan kan je daar even op klikken. En dan, dat zou ik heel fijn vinden. Want dan kan ik ook weer nieuwe gameplay voor jullie maken. Dat willen jullie ook, toch? Ja, toch? Volgens mij wel. En even kijken hoe lang ik alweer aan het lullen ben. Joehoe, alweer bijna 10 minuten. Ik weet het niet.
Als er iemand in de reacties zo lief voor mij wil zijn en zo'n schermetje wil maken van wanneer ik een video moet uploaden of zo. Dat zou ik echt heel fijn vinden. Maar ja. Het is 4 april. Oké, geweldig. Ik heb 4 openstaande afspraken. Lesgeven. Dat is natuurlijk voor mezelf. Maar, jullie weten hoe ik in het begin was over met die likes. Ik ben daar een beetje van afgestapt, want gewoon. Het is gewoon leuk om likes te krijgen, om het zo maar te zeggen. Dus ja. Maar als je het niet leuk vindt, moet je dat natuurlijk lekker niet doen. Maar het liefst natuurlijk wel. Beetje love horses. Veetje love horses. Zo. Yes. Veetje love horses. Even bekijken. 10 jaar. Oh, wat gezellig. Hoi. En dus. Jongen, ik ben echt aan het gapen. Maar ja. Nog wat? Acties. Oké, geweldig. Zo. Oh ja, ik moest nog wat aanpassen, hè, van mijn profiel. Ga ik nu meteen even voor het doen. Want het klopt dat natuurlijk voor geen meter meer. Even wachten. Hier is SkyStables. Welkom allemaal. Eline heeft